Na de wedstrijd Zwolle DVV sta ik hier met misschien wel een van de betere spelers vandaag, Isha Crossen. 3-1 winst. Eerst even terug naar vorige week. Met welke bedoelingen begonnen we vandaag? Nou ja, in ieder geval sowieso om te winnen natuurlijk. Want vorige week was echt een afgang. En ja, we moesten gewoon zelf even te raden gaan wat er allemaal misging vorige week. En de spiegel is voorhouden. Nou goed, daar hebben we dinsdag lang over gehad. En iedereen zijn mening erover gegeven. En, nou, donderdag goed getraind en ik denk dat we vandaag gewoon terecht hebben gewonnen, dus we hebben het goed gedaan. Misschien was het terug te zien, want het eerste kwartier was Zwolle zeer sterk. Misschien één probleem, het is maar 1-0 op dat moment? Nou ja, inderdaad, want ik denk dat je de 2-3 en misschien de 4-0 er wel in moet schieten. Althans, die kansen die heb je en het waren hele grote kansen. Nou goed, en dan zie je dat je het gewoon moeilijk krijgt, omdat het gewoon 1-0 blijft. En op een gegeven moment nemen hun het over, hebben hun meer balbezit, krijgen hun kansen. Ja goed, als je 2-3 en 4-0 maakt, dan is de wedstrijd gewoon gelopen. Het valt aardig terug, het eind van de eerste helft. Enig idee hoe dat komt? Nou, ik heb geen idee. Ja, hun naam het initiatief. Hun bleef al balbezit voetballen. En wij speelden toch misschien te vaak de lange bal. En verloren de duels. Nou goed, en hun kregen dus de kansen. Ja. Uiteindelijk wordt het 3-1. Daarna nog kans op 4-5-1. Je zei het net zelf al, verdiende overwinning. Ja, absoluut. Zeker een verdiende overwinning. Met z'n allen hard voor gestreden. Het was warm vandaag. Maar we zijn vol gegaan. En nou, lekker. 3 punten. Sta ik een biertje drinken. Waren jullie er ook van bewust dat als je vandaag zou verliezen, dat de top dan wel even ver weg zou zijn voor jullie? Nou, ik was daar niet persoonlijk in ieder geval niet mee bezig. Maar ja, het is duidelijk, als je vandaag had verloren, had je er 3 verloren en 2 gewonnen. Nou, dan sta je ergens onder in de middenmoot. En dat is niet wat we willen. Dus die punten die waren belangrijk vandaag, absoluut. Oké, en met DVV versla je ook een directe concurrent op dit moment. Volgende week, als we goed geïnformeerd zijn, Concordia. Heerlijk, lekkere ouderwetse derby weer, denk ik. Ja, zin in, absoluut. Tijdje niet tegen voetbal, althans niet in competitieverband, volgens mij. Ik denk 3 jaar geleden, denk ik. 4 jaar. Dus nee, dit waren altijd pittige potjes, leuke potjes. En nou, dat zal volgende week niet anders worden, denk ik. Dus nee, absoluut zin in. Bedankt voor je reactie en succes volgende week. Ja, jullie ook bedankt.